Nou, meneer Butte, kogel door de kerk, hè? Rechtszaak verloren. Rechtszaak verloren en een beetje dubbel eigenlijk. Want mevrouw Klaver mag hem wel laten staan en wij moeten hem weghalen. En ja, dat is eigenlijk niet prettig. En als je ook iedereen in Heemskerk spreekt, ze vinden het allemaal belachelijk dat dat ding weggehaald moet worden. Het valt nog ineens op. Je kan hem van de weg af amper zien. Ze had goede juridische bijstand, ze heeft een boost en die moet gestald worden. En dat was een argument voor de rechter om het goed te vinden. Nou, mevrouw Klaver, u bent de enige winnaar. Wel een beetje dubbel gevoel, want uw buurtje is... Ja, nou, dat is niet leuk. Ik bedoel, maar we zijn hier met elkaar, hebben we dat aangespannen. En dan wil je ook graag dat het met elkaar opgelost wordt. En niet dat er dan eentje uit mag springen. Nee, dat vind ik niet zo leuk. Heeft u de gelegenheid genomen om het goed uit te leggen? Waarom heeft u die toestemming dan wel gekregen, denkt u? Ja, ik heb wel de gelegenheid gehad om het heel goed uit te leggen. Ik heb een kleinzoon die is jurist en die heeft voor mij een hele mooie brief. Eigenlijk voor ons allemaal geldt die brief. En dat heb ik voorgelezen. En ja, er werd hier natuurlijk gemeenschapsgeld gebruikt. En dus de rechter die vond dat ook eigenlijk begrijpelijk dat hij zei, er moet er een dak afgehaald worden. En dan moet er weer een andere berging voor in de plaats komen. En dat moet met gemeenschapsgeld betaald worden, €5500. Kijk, en dat is natuurlijk een beetje dubbel. En zodoende mag ik dat dus nu. Nou, mevrouw de Jong, we zijn weer terug bij u. U had een heel goed argument vorige keer, hè? Dat circo-kastje. Dat zat u dwars, hè? Ja, zeker. Want als ze daar opstappen en het dak is eraf, dan kunnen ze zo over je schutting klimmen. En dan staan ze zo aan je keukendeur. Wat ik van heel veel mensen heb gehoord die het op tv hebben gezien. Hè, die hadden dat. U zei zelfs, u kon er een paar nachten niet van slapen. Maar dat is toch een heel logisch argument? Ja, dat lijkt mij ook. Dus, want je bent er toch steeds mee bezig. Omdat je gewoon veilig wilt wonen. Je wordt ouder. En je wil je bezittingen beschermen. En ja, ik vind dan dat je gewoon... Met zo'n dak ben je veiliger dan dat het allemaal open is. Er komt van alles langs. Het is een openbaar voetpad. Dus er kan allerlei dingen gebeuren. En ze willen juist dat oudere mensen langer thuis blijven wonen. En dan wordt zoiets niet toegestaan. En dat is voor mij echt onbegrijpelijk. Meneer Mulder, u bent 83, maar u bent nog zo strijdbaar als een jonge hond. Nou, want u gaat in hoger beroep, hè? Dat is wel de bedoeling. Ik heb daar informatie over gelopen. Daar heb ik nog geen bericht over gekregen. Maar is het zo dat het mogelijk is, dan ga ik in hoger beroep. En dat kost ook weer geld, heb ik begrepen van uw vrouw? Ja, dat kost ook weer geld. Nou ja, dan in God staan. Maar ik ga wel in hoger beroep als ik kans heb van slagen. Na dit alles, hoe denkt u nou over de lokale politiek? Nou, belachelijk. Ik zit er ook over te denken om niet meer te gaan stemmen. Maar in ieder geval op een andere partij dan wat ik op gestemd heb. Die laat ik vallen. Het is toch te gek voor woorden dat iemand uit Beverwijk hierheen komt. En dat die dan als wethouder hier verder gaat in Heemskerk. Terwijl hij in Beverwijk eigenlijk afgeserveerd is. Nou, ik ben met de lokale politiek bezig geweest. En een anderhalve week voordat het afliep, kreeg ik een telefoontje. Je hebt geen schijn van kans. Je moet het afbreken. Toen zei ik, nou, ik heb een rechtsbijstandverzekering. Die geef ik het in handen, dan wil ik wel eens kijken hoe laat het is. Ik had die berging al in 1987. Meneer Mulder, nou is het 8 juni. Ja. Uw advocaat heeft gezegd, hij heeft toch niet zoveel zin, dat hoge beroep. Wat gaan we dan doen? Afbreken of wacht u tot de ME komt? Dan, als ik geen kans van slagen heb, dan breek ik hem af. Maar dan wordt er in Heemskerk gemeten met twee maten.